afgelopen zaterdag in Ameland jouw vierde Nederlandse titel. Dat verveelt nooit, hè? Nee, titels vervelen sowieso nooit en winnen ook niet. Nee, het is ook dat je nog een andere grote titel hebt gehaald in Scheveningen, nu het NK weer. Waar gaat het voor jou komend seizoen eindigen? Op de weg, wat bedoel je? Nee. Komend seizoen, ik kijk nog eerst even op de weg naar. En dan, ik begint 22 oktober onze nieuwe strandrace in Brabant. En daar willen we een mooie start van maken. En gaat komen, heel veel mooie wedstrijden komen eraan daarna. Ja, er zijn dit jaar natuurlijk al heel veel mooie wedstrijden geweest. Wat ik niet terug heb gezien op Podium TV is de finish van de vrouwen. Ja, dat is wel jammer, maar ik begrijp wel dat ze niet beide kunnen filmen op dat moment. En dat is toch wel jammer, maar ik denk misschien wel in de toekomst dat ze er wel beter beide kunnen laten zien. Hoe waren de laatste 5 kilometer voor jou? Nou, eigenlijk wel ontspannen. Want ik maakte bij de start al een heel groot voorsprong en ik zag dat ik een gat had en die trok ik eigenlijk door. Terwijl ik wist dat ik een heel grote voorsprong kon naar de finish rijden. En het werd eigenlijk nog een beetje van mijn schoenen die ging kapot. En ik was ook bang als hij lekker rijdt. Dus ik bleef eigenlijk maar doorrijden en mijn tempo houden. Want je weet maar nooit dat die laatste 5 kilometer, als je lekker rijdt of... Ja, zullen we zien, mijn schoen ging kapot. Ja, dus het was eigenlijk niet zo spannend. Maar het was mooi dat je weet dat je op kop rijdt. Ja, het is toch weer die rood-wit-blauwe trui die je voor een volledig seizoen aan mag. We zijn ook hier vanavond bij jullie op de sponsoravond. Dat is een redelijk uniek gebeuren. Ik zie dit niet veel. Dit is een leuke manier om jullie sponsoren te bedanken. Ja, we hebben een mooie afsluiting gemaakt. Want we zijn heel dankbaar voor onze sponsoren. Want het is toch, we hebben ze echt nodig op het strand. En we willen het eigenlijk professioneler maken. En daar kijken we echt graag naar uit in de toekomst. En ook, daar willen we toch verder gaan met ze. En daarom maken we een hele mooie afsluiting met ze ook. Ja, jij bent niet de enige rood-wit-blauwe trui in huizen Rooijakkers van Zandbeek. Gaf dat jou een goed gevoel toen Ronan daar rood-wit-blauw aan trok? Ja, ik vond het eigenlijk mooi dat hij gewonnen had dan mezelf natuurlijk. Want voor een ander is het toch altijd wel mooi en vooral als je nog je vriend is. En toen ik hoorde, hij stond de laatste kilometer stond hij op mij te wachten en te vroeg van, en hoe het is geworden? Toen zei hij, gewonnen. toen gaf ik hem wel een high five en zo kon ik naar mijn finish rijden. Ja, in ieder geval gefeliciteerd met jouw eigen titel en met de titel van Ronan en op naar het volgende seizoen. Ja, dankjewel.